Het is een loodzwaar weekend voor HDM. De Haagse ploeg had vrijdag een wedstrijd tegen Den Bosch op het programma. Verloor met 3-0. Vandaag speelde tegen Amsterdam. Amsterdam komt vroeg in de wedstrijd op voorsprong via Kitty van Malen. Kwartier gespeeld 1-0. Prima starters voor Rick Matthijs en zijn ploeg. Het wordt hier zelfs 2-0 door Slotte Vega. Klein half uur spelen naar 16 van het seizoen. Want in de slotfase een strafbal. Eva de Goede weet daar wel raad mee en maakt de 3-0. 5 minuten voor tijd. Wedstrijd gespeeld dus. HDM laat nog wel van zich horen. Amsterdam heeft inmiddels een keeper gewisseld. Bal komt hier voor de stik van Nina van der Marel. En zij maakt de 3-1. Amsterdam speelt vandaag zonder vaste goalie. Anne Veenendaal, zij heeft een lichte hersenschudding. En werd vervangen door Zoe van de Barcelaar. Hier is de 4-1 in de maak. Kitty van Malen naar Marijn Veen. Zij hebben de eindstand op 4-1. Amsterdam wint ruim van HDM. Vorige week kwam een einde aan die mooie reeks van Den Bosch. 50 duels was de ploeg van Raoul Eeren ongeslagen. Die recordreeks werd ten einde gebracht door Amsterdam, dat met 3-1 won van Den Bosch. Hier Den Bosch verdoor met Liedewij Welte. Zij is terug na lang blessureleed. Zij bedient Lieke Hulze. Die zorgt vroeg voor de openingstreffer. En na 3 minuten is het daardoor 1-0. Welte door de benen van Laurien Boot van Bloemendaal op Hulze. En de openingstreffer is een feit. Opnieuw Welte. Mooie steekpaas daar. Op Matlaag had het 2-0 kunnen zijn. Maar dat werd voorkomen door keeper Beemster van Bloemendaal. Dan Laurien Boot in de fout. Verdediger van Bloemendaal. Lies Verbrugge profiteert. Maakt het 3-0. De voorbereidend werkhoud Frederik Matla. Die de bal op Verbrugge paast. Eerste poging wordt tegengehouden, Beemster. De tweede poging gaat er wel in van Verbrugge. Pas 7 minuten gespeeld en al 2 goals om de oren dus. De keepster van Bloemendaal, Janne Beemster. Die wordt het 3-0. Een goal van Geffen. Een schot gekraakt. Uiterste inspanning. Alsnog de 3-0. Dan hier Welte. Mooi dat ze terug is. Voorzet. Komt bij Verbrugge. Bijna gelaten. Reageert spits voor het doelpunt. 4-0 na 25 minuten. Goeie actie Welte. Zo lang op brak wegens een Achillespeesontsteking. In de 4-0 van Verbrugge. Dan Ketels. Op Welte. Ja, die wil toch haar goaltje meepikken natuurlijk. Maar Beemster voorkwam erger. Nieuw Den Bosch. In richtingsverkeer aan de Oosterplas. Mooie aanval. Lieke Hulze tekent voor 5-0. Dat is nog voor rust. Dan gaat de gedachte even terug naar 2 seizoenen geleden. Toen won Den Bosch met 10-0 van Bloemendaal. Destijds maakte Maatje Palmer 8. Zij is er niet meer bij. Speelt tegenwoordig in België. De dubbele cijfers zitten er vandaag misschien wel in. Liedewij Welte. Schot gekeerd door Beemster. 5-0 dus de ruststand aan de Oosterplas. Vooral Eeren en zijn vrouwen. Hier een goede actie van Josje Burg. En de bal belandt uiteindelijk op de stip. Strafbal is een prooi voor Frederik Matla. Scoren tot naar 6-0. 51 minuten gespeeld. Dan doet Bloemendaal iets terug. Hier Bodien Boelaars. Zij redt de eer voor Bloemendaal. Via de uitloop vliegt de bal in het doel van Josine Koning. Maar daar bleef het niet bij. Want hier is Den Bosch weer. Irene van der Assem. De troonopvolgster van Maatje Palmen. Sleept de 7-1 binnen. En hier wordt het zelfs 8-1. Josje Burg pikt ook een goaltje mee. De tweede pas van het seizoen. Het wordt erger en erger dus voor Bloemendaal. Maar gewoon van Geffen hier vandoor aan de linkerkant van het veld. En opnieuw een strafbal. Ditmaal geen Matla, maar Lieke Hulze. En zij bepaalt de eindstand op 9-1. Geen dubbele cijfers, maar wel een monsterscore. Vooral Eeren en zijn vrouwen. Groningen in het oranje ontvangt SCAC, de nummer 3 van de ranglijst en al geplaatst voor de play-offs. Groningen strijdt tegen degradatie, is de hekkensluiter in de hoofdklasse. Dit is Gina Lazerbo in het begin van de wedstrijd. Wordt op de stik geslagen, dus een strafcorner voor SCAC. Natuurlijk Kaya van Maasakker op de kop van de cirkel en zij passeert kiepste Jantien Gunter.
met een prima push. En zo is het na 17 minuten 1-0 voor SCAC. Dat zich afgelopen donderdag na een 1-0 overwinning op Laren definitief plaatsen voor de play-offs om de landstitel. Een paar minuten later is dit Laura van Weren voor Groningen. Gaat goed de cirkel binnen, wordt op de stick geslagen daar door Sarah Jaspers. En het levert Groningen een strafcorner op. Willemijn Bos op de kop van de cirkel. Met een schuifslag, maar een goede redding van Roos Knijf in het doel van SCAC. Zij vervangt nog steeds Maddie Hinch, die met Engeland de Commonwealth Games speelt in Australië. Dit is Charlotte Stapenhorst met een goede steal. Roos Dros met de actie in de cirkel. Stapenhorst in één keer. En via Gunther komt de bal op de stick van Emily Mol. Met een klein gelukje scoort Emily Mol de 2-0 voor SCAC. Het schot van Stapenhorst wordt nog gekeerd door Gunther. Maar via de leggers van Gunther komt de bal op de stick bij Emily Mol. En zo is het 2-0 voor SCAC. Dit zijn beelden uit de tweede helft. SCAC valt aan en Groningen verdedigt. Dit is een schot van Roos Dros. Dat gaat voorlangs. En zo blijft het 2-0 voor SCAC in een eenzijdige wedstrijd. Xander Waard met de paas op Wijsman. En Carmen Wijsman haalt uit met de backhand. En scoort zo de 3-0 voor SCAC. Goeie goal van deze Carmen Wijsman. Dit is de slotfase van de wedstrijd. Dit is het Xander Waard met het overzicht. Vindt aan de andere kant Milou Jäger. Afkomstig van Rotterdam, deze Jäger. Dan Ginella Zerbo wordt daar hard op de stick geslagen door Willemijn Bos. En dat levert SCAC in die slotfase weer een strafcorner op. Uiteraard weer Kaya van Maasakker op de kop van de cirkel. Dit keer heel hard in de kruising. Verrast zij Jantien Gunther. En brengt zo de stand op 4-0. Haar 15e treffer van dit seizoen. Goeie push van Maasakker. En dat betekent tevens de eindstand. SCAC wint vrij makkelijk in en tegen Groningen. Veel publiek hier toch. Want heel Huizen is uitgelopen voor deze streekderby. De kans hier nu voor Laren. Helemaal vrijgelaten daar. Gerritsen. Balletje voor Leuring. Moet het doelpunt zijn. Leuring. Ja hoor. 1-0 voor Laren. Goeie goal van Laurien Leuring. Na prima voorbereidend werk van Lisa Gerritsen. En Leuring maakt die bal prima vrij. En verrast de keepster van de Ende in de lange hoek. Hij is nog snel genomen door Galema. Is goed. Paasje richting Leuring. Uitstekend doorgetikt. De kansje voor Lisa Gerritsen. Nu op de 2-0. Moet de 2-0 zijn. En dan een strafbal. Ja, ik denk dat het terecht is. Misschien dat de keepster de bal met de bollenkant. Ja. En hij zit erin. Goeie goal van Lieke van Wijk. Haar 8e van het seizoen. Hier de inzet van Meesje de Ruiter. Kansje daar. Dat is een kans voor Joël Ketting. Maar de inzet werd goed gestopt door Van Endem. Galema in de cirkel nu met de backhand. Oh, een mooie goal. Ja, ja. Ik weet niet of Kerstad er nog aan raakt. Ik denk het wel. De voorzet was in ieder geval van Galema. Moeilijk te zien, maar misschien hier. Ja, ze raakt hem zeker. Kansje voor Laren. Ja, en die gaat erin. Het is Joël Ketting. Nu krijgt ze die bal wel goed. En zo de stand op 4-0 brengt. Goeie backhand hoor. Over de uitlopende keepster heen. Het doelsaldo kan heel belangrijk worden. Dat weet ook Robert-Jan Cox. Kerstelt nu in de cirkel. Kerstelt zoeken naar de backhand. En dan komt hij. Ja, mooie goal van Maxime Kerstelt. Zo wordt het heel snel 5-0 voor Laren. Prima goal van Kerstholt. Dennis Bergkamp, aandacht van toeschouwer bij deze wedstrijd. Van Grimbergen. Goeie paas daar, Larel. En kansje nu. Goeie redding. Was ingetikt. En uiteindelijk gaat hij er toch in via Joël Ketting. Zij maakt haar 2e van de middag. En brengt de stand op 6-0. Lieke van Wijk gaat die bal pushen. Maar ze stopt. De push van Wijk. Ja hoor. Dat is de 7-0. Prima push van Wijk. Die zien we nog een keer. Ja, ook op de lijn is Gitte Michels kansloos.
Jansen. Jansen gaat goed door in de cirkel. Nu kansje voor Jansen. En dan gaat hij erin, die bal. Jazeker. Het is de eretreffer voor Huizen. U hoort het. Er wordt hard geapplaudisseerd door deze treffer van Anouk Bekkers. Red Huizen hier de sportieve eer. Laren wint vrij makkelijk van Huizen met 7-1. Oranje-rood ontvangt thuis Kampong dat in het wit speelt. Dit is Laura Nuning in de beginfase van de wedstrijd. Goeie actie van deze international. Bal komt voor en dan is het Freke Moes die daar in twee instanties scoort. En de stand op 1-0 voor Oranje-rood brengt. De ploeg van coach Toon Siepman die niet mag verliezen vandaag om nog kans te behouden op de play-offs. Gelijkspel of winst voldoet. Maar dit is de 1-0 door Freke Moes. Dan gaat Kampong iets terug doen. Na een kwartier spelen. Hier Malou Phoenix die daar de strafcorner pakt. Bal gaat op de voeten bij Lisa Post. En voor de strafcorner hebben ze een specialist bij Kampong, Michelle Villet. En zij pusht de bal heel mooi achter keepster Larissa Meijer. En dat betekent de gelijkmaker voor Kampong. Goeie push van Villet. Larissa Meijer geklopt. De keepster van Oranje Rood die bekend heeft gemaakt dat ze aan het einde van dit seizoen stopt met tophockey. Oranje-rood weer via Nuning. Bal komt terecht bij Donja Swinkels. Maar die schiet de bal naast het doel van keepster Alexandra Heerbaard. Zo blijft het 1-1 in Eindhoven. Dat is ook de ruststand. Hier Laura Nuning met de interceptie. Donja Swinkels terug op Nuning. Met een goede actie gaat ze de cirkel binnen. Stuit op Alexandra Heerbaard. En is Donja Swinkels met de backhand. En uiteindelijk is het Lisa Scheerlink bij de tweede paal die de 2-1 binnentikt. Maar de actie was natuurlijk van Laura Nuning. De backhand van Swinkels. En heel attent bij de tweede paal. Want die bal was naast gegaan van Swinkels. Tikt daar Lisa Scheerling de 2-1 binnen. Dan Kampong met een strafcorner. Push van Villet en een goede redding van Meijer. En zo blijft het 2-1 voor Oranje-Rood. Ploeg van deze coach Toon Siepman. Die aan het einde van het seizoen ook afscheid neemt. Samen met keepster Larissa Meijer. Laura Nuning met een hard schot op de voeten bij Maria Lopez. Maar mag door van de scheidsrechter. En via Jibby Jansen, die de bal door de benen tikt van keepster Heerbaard, is het 3-1 voor Oranje-Rood. Beetje lucky goal, want Jansen steekt haar stick uit, maar hij gaat wel door de benen van Heerbaard. En zo is het 3-1 voor Oranje-Rood. Dan Kampong weer met deze paas van Maria Lopez. De intikker van René van Laarhoven gaat naast het doel van Meijer. Zo blijft het 3-1 voor Oranje-Rood. Dit is de slotfase van de wedstrijd. Fiona Morgenster met de actie in de cirkel. Haar voorzet wordt achtergetikt door Gigi Oliva. Daar was de Japanse Nagai dicht bij de 4-1. En in de allerlaatste seconde krijgt Oranje-Rood nog een strafcorner. De push van Jibby Jansen wordt gestopt door Heerbaard. En ook in de rebound levert het geen treffer op voor Oranje-Rood. Maar die ploeg wint wel met 3-1 van Kampong. En behoudt daarmee kans op plaatsing voor de play-offs. Voor Hurley zit het seizoen er zo goed als op. De ploeg van Jorgen Noorden weet dat het eindigt in de middenmoot. Staat nu 8e. Enige doel is nog het linkerrijtje te behalen. Voor Nijmegen zijn de zorgen een stuk groter. Matthijs Brouwer en zijn vrouwen staan 11e. Na 20 wedstrijden vergaderen Nijmegen maar 5 punten. En vandaag dus op bezoek bij Hurley. Hurley de betere ploeg. Nijmegen kreeg een kansje. Begin van de wedstrijd via Michelle Simons. Maar daarna trok Hurley de wedstrijd naar zich toe. Hier een grote kans voor de Amsterdammers met Romee Korver. Zij komt net te kort om de openingstreffer aan te tekenen. Talent Korver speelt een goede wedstrijd vandaag. Bij Hurley. Hier Teuntje Hoorn. Inzet bracht Saskia van Duivenbode, de keepster van Nijmegen, niet in gevaar. En nog altijd 0-0. Dan krijgt Hurley een corner met Sabine Pleunissen. En die gaat erin. Precies in het hoekje de flats van Sabine Pleunissen. 21 minuten gespeeld, 1-0 in Amsterdam. Pleunissen doet het goed, eerste uitloop kansloos. En dat geldt ook voor keeper van Duivenbode. Dan vlak daarna nog een corner voor Hurley. En die gaat er niet in. Carmo Bos was degene die het doel van Duivenbode onder vuur nam. Dan de derde corner van Hurley. Met Pleunissen. En jawel, identiek aan de 1-0. Wordt het hier 2-0. Opnieuw raak voor de verdediger van Hurley.
die het weer prima doet. En daardoor is na 32 minuten 2-0. Na rust ging Hurley verder. Hier een bal op de paal van Barendsen. Van richting veranderd zo te zien. Hetzelfde spelbeeld. Hurley de betere ploeg. Drong Nijmegen terug. En hier de 3-0 via Marente Barendsen. Mooie corner variant. 3-0 voor Hurley. Barendsen scoorde ook in de heenwedstrijd tegen Nijmegen. Die won Hurley met 2-0. En nu weer doeltreffend. Wedstrijd gespeeld dus. En dan begint Nijmegen pas te hockeyen. Als het eigenlijk al te laat was. Nijmegen met de corner. Tirza Ko. Een van de talenten. De Gelderse ploeg. Van hier daar de corner. Maar Hurley gaat op jacht naar die vier treffer. En die komt er via Tess van Ramshorst. Het was de mooiste van de middag. Stijlvolle goal van Ramshorst. Die Hurley naar dit seizoen verlaat. En stopt bij de Amsterdamse club. Gaat hier nog even een visitekaartje af. Prachtige goal. De spits die ooit overkant van Scherwijde. Hurley dat ze goed draaide voor de winterstop. Maar na de winterstop was het andere koek. Maar 2 punten uit 9 wedstrijden. En daardoor was het snel klaar dit seizoen voor Hurley. Hier nog een schot van Teuntje Hoorn. En Nijmegen. Dan nog wel proberen in de slotfase. Het schroom van zich afgooide. En op jacht ging naar eerherstel. Dat leek er hier te komen via Pleun van Dommelen. Maar een haattreffer is een overtreding vooraf gegaan. Ook dat feestje ging dus niet door voor de bezoekers. Hurley wint met 4-0. En er was tijd voor bloemen voor deze van Ramshorst. Voor Margot Zuidhof. En ook voor Pamela Raaf. Zij nemen afscheid bij Hurley. Dat Nijmegen met 4-0 verslaat.